Melanie en Willem, jullie zijn filmmakers. Jullie wonen hier in de regio. Maar jullie hebben nu een project gemaakt. De natuurfilm Wild Port of Europe. Wat is de Wild Port of Europe? Melanie. Ga ik het zeggen? Wild Port of Europe is een bioscoopfilm over de natuur in de havens van Rotterdam en Moerdijk. Wij zijn natuurfilmers. Wij hebben heel veel verschillende natuur gefilmd en waren nieuwsgierig naar natuur op plekken die je niet kent en waar je het niet verwacht. En daar waren die havengebieden echt een soort ultiem gebied voor. Ja, want Willem, wat heb je zoal vast kunnen leggen waarvan je dacht, nou, dit in een haven? Nou, in eerste instantie, kijk, haven is eigenlijk vooral ook industrie. En we dachten van, nou, daar komen we niet zoveel tegen. Maar we kwamen al heel snel egeltjes tegen, bunzingen, vos, haas. Allerlei Schotse hooglanders voor het beheer hier en daar op plekken, weet je wel. En ongelooflijk veel meeuwen. Hè? In de haven zit boordevol met meeuwen. Hey, Melanie, natuurfilm. Is dat een aparte tak van sport? Moet je daar, is dat een bepaald specialisme? Hoe maak je dat eigen? Kun je dat leren? Ik denk, wij hebben het ons eigen gemaakt door het gewoon te doen. Wij zijn natuurfans, liefhebbers. Wij zijn helemaal gek op dieren als we dat tegenkomen. Wij zijn gaan filmen en zijn daarin gegroeid. Heb ook wel eens gehoord dat tot dieren laten zich niet regisseren. Ja, dus in die zin, er is een heel groot verschil tussen andersoortige film. Als je dat vergelijkt, onze acteurs, zo noem ik het altijd, die zijn nogal onwillig. Die komen soms ook niet opdagen. Dan sta je er klaar voor en dan komt hij niet. En dat heeft niks met sterallures te maken. Ja, of wel, maar dat weten we niet. Nee. Maar het is een heel andere tak van sport. Dus, maar wat we wel heel nadrukkelijk willen is een verhaal vertellen. Dus je kunt niet zomaar ergens gaan zitten en dan maar afwachten totdat er iets komt. En dat als een verhaaltje presenteren. Dus je moet echt met veel geduld proberen elementen aan elkaar te gaan maken. Daarom is het is een intensieve manier van filmen. Ja, maar je bent wel heel bewust bezig. Want zo'n het traject om tot de realisatie te komen. Hoe lang duurt zo'n traject? Van het eerste idee tot dat hij het doek op gaat? Het eerste idee voor deze film ontstond in 2016. Toen zijn we eerst gaan kijken of het wel realistisch was. Hè. Dus we werden al snel toegelaten tot de haven van Moerdijk, zeg maar. Maar dat is een relatief kleine binnenhaven. Het is wel een zeehaven, maar die ligt landinwaarts. En toen zijn we gaan kijken van, nou, kunnen we dan Rotterdam erbij halen? Want dat is echt imposant groot. En dan begin je met kletsen, praten. En langzamerhand ga je verkennen. Nou, de eerste 2 jaar hebben we uitsluitend de gebieden verkend eigenlijk. Om erachter te komen wat zit nou precies waar. Want er zijn wel allerlei ecologen die doen daar onderzoek. Dus je komt heel veel informatie tegen. Maar ze weten eigenlijk nooit precies waar wat zit. Dus dat moet je zelf ontdekken. Nou, 2 jaar lang onderzocht. Toen zijn we begonnen. 2019 echt gaan filmen. En nu komt hij dan eindelijk in de bioscoop. Ja, want in oktober, 4 oktober is de première. En dan vanaf 20 oktober is hij in de bioscoop te zien. De financiering van zoiets, hoe gaat dat? Dat is voor een groot deel uit eigen zak. Dan ga je partners zoeken bij bedrijven, filmfondsen, allerlei kleine fondsen bij elkaar harken, zeg maar. En dan probeer je op een bepaald moment een situatie te vinden dat je zegt van oké, we hebben nu vertrouwen dat dit gaat lukken, hè, want je maakt een budget. En als je dan een bepaalde drempelwaarde hebt gehaald, dan durf je te gaan beginnen. En wat voor ons in dit geval heel erg problematisch was de uitbraak van corona. Ja. Daar had niemand in voorzien, daar hadden alle budgetten niet in voorzien, dus ja, dan wordt het struggelen, weet je wel. Dus, maar wel volhouden en dan vooral veel zelf doen uiteindelijk. He, want onze eigen arbeid is het goedkoopst. Ja. Want Melanie, hoe groot is uiteindelijk het team wat hierbij betrokken is? Dus tot het eindproduct? Ik denk, als je het van de kop tot de staart rekent, zo'n 30 mensen. Die je echt tot je team rekent.
En daar zit een pakweg een stuk of vijf, zes cameramensen bij. Willem is hoofdcameraman in zijn eigen project en regisseur. Maar we hebben dan vijf, zes andere cameramensen. Dan heb je iemand voor geluid. Uiteindelijk heb je ook nog een externe editor erbij. We hebben ook scouts, zeker in die haven. Nou ja, je kunt je voorstellen, wij wonen hier. Als wij naar de Maasvlakte rijden, dan zijn we 2 uur verder. Dus als iemand ons belt en zegt, ik zie nu dit en dat hier, weet je dan... Ja. Dus ja. We hadden wat cameramensen die iets meer in die regio wonen, om dan bijvoorbeeld iemand snel daar naartoe te kunnen sturen. We hadden scouts in de haven, mensen die daar in die regio wonen, die gewoon werken bij een bedrijf, maar die affiniteit met natuur hebben en het geweldig vonden om voor ons bijvoorbeeld cameravallen te plaatsen, zodat we konden zien waar 's nachts iets scharrelt. Hè. En zij hebben dan van dag tot dag dat uitgelezen. En dus het is een heel groot team. Ja, en daar nog aanhangend heb je allerlei, bijvoorbeeld ecologen die af en toe even meegaan of zo. Hè, die dan een beetje. Dus je hebt een ongeveer 30 mensen als concreet vast team club. En daaromheen nog een hele periferie van andere mensen. En dan uiteindelijk krijgt het vorm, dan komt er muziek bij en dan komt een bekende stem bij. Mm-hmm. Sascha de Boer gaat het inspreken. Ja, hij heeft het al gedaan, dus ja. Het is al ingesproken. Sascha de Boer, ja, dat zijn dan de connecties die je inzet en die vraag je dan, weet je wel. En zij heeft natuurlijk zelf heel veel affiniteit met natuur, hè? Met ja, natuurfotografie dan. Hè? Zij is fotograaf, ja. Hè? Dus, zij heeft een hele prettige stem, althans uit het verleden, dat vond ik vroeger al. Ja. Ik ben met Sascha een dag door de haven gereden om eens te kijken, om haar dingen te laten zien. En dan heb je daar gesprekken over. En dan heeft ze op een gegeven moment zoiets van, nou, dat vind ik leuk. Dus ze is dat gaan doen. En, inmiddels is het klaar. Dus, Eigenlijk met iedereen waarmee we de haven in zijn gaan, die zegt van, hè? Iedereen is er verbaasd over. Dus Sascha die had ook zoiets van, jee, weet je wat ik hier allemaal zie. En, dus die wilde heel graag aan deze film meewerken. Maar dat was ook een van de dingen, ik heb de trailer gezien, dat ik dacht van, is het nou ook een beetje een promotiespotje voor de haven om te laten zien van, wij zijn niet alleen industrie? Of, hè, de Nee, eigenlijk, kijk, dat heeft er op zich niks mee te maken. We hebben, wat we gedaan hebben is, we moeten het idee van die film, om dat te kunnen realiseren, zeg maar, is eigenlijk ingegeven omdat we mensen willen laten zien dat natuur overal is. Niet alleen in natuurgebieden of in parken of wat dan ook, weet je wel. Het zit zelfs in zo'n extreem landschap als in die industrie en die haven. Dat wilden wij laten zien. En we zijn toestemming gevraagd aan de havenbedrijven om die terreinen te mogen bezoeken, want je mag nergens komen. Hè? Dus alles zit daar op slot. En we hebben een film neergezet, zeg maar, met ook hele scherpe kantjes over klimaatverandering, over zwerfafval, over verkeersslachtoffers, weet je wel. Haven overstijgend. We hebben geen mooi plaatje proberen te schetsen. Nee. Dat zie je niet in de trailer, want een trailer moet spektakel bieden. Hè? Dus die moet mensen naar de bioscoop proberen te lokken. Maar we hebben echt wel geprobeerd om een genuanceerd beeld neer te leggen. En, dus, en wat was dan het meest verrassende beeld wat je daar hebt opgehaald in die haven? Dat je denkt, dit had ik nooit verwacht. Dat is geen antwoord op te geven. Dus, dat is 90 minuten lang? Dat is 90 minuten lang verrassing, zeg maar. Echt, dat is gewoon echt letterlijk wat je zegt, dat is zo. Je kijkt naar de haven zoals je hem nog nooit gezien hebt. Want normaal, als mensen daar rijden, dan worden ze totaal verrast door die industriële omgeving enzovoort. Weet je wel. Maar totdat je echt goed gaat kijken en dan zie je dat daar enorm veel leven is. En je hebt stroken, weet je wel, daar zijn stroken bij, daar zitten gewoon 20 koppeltjes kieviet te broeden. Dat verwacht niemand, snap je? Dan loopt de turenluur, loopt daar rond, groepen lepelaars broeden daar. En dat ziet niemand. En dat is gewoon doodzonde om dat niet te zien, om dat niet een keer te laten zien. Ja, ik zie Melle niet kijken, die wil een... De grote verrassing voor ons was eigenlijk het totale plaatje van die diversiteit in dat gebied. Als je daar in het broedseizoen komt, dan, ik bedoel, die meeuwen, daar kun je niet omheen. En
dan zou je bijna denken, ja, die haven, het enige wat daar is, dat zijn dan waarschijnlijk die meeuwen. Dat is misschien wat je, de indruk die je krijgt als je daar als buitenste, als je daar komt en gewoon globaal rondkijkt. En de verbazing die wij vooral hadden was in de loop van onze productie die diversiteit aan soorten. En ook dat, dat sommige soorten best wel gekke dingen doen in de haven. Dus die doen iets wat ze op, in andere gebieden niet doen. Ja. In de haven, op de Maasvlakte, broeden buizerds op de grond. Waar onderscheidt de film zich tussen een film en een documentaire? Want waarom is het een film en waarom is het geen documentaire? Waar zit dat? Ja, wat wij gezocht hebben is, we proberen zeg maar het leven van die dieren te schetsen. Om een film te maken zoals een natuurfilm, wat wij doen is wij verdichten de tijd. Je hebt met cycli te maken, hè, broedseizoenen en noem het maar op. En als je dan een keer een stuk mist, dan moet je dat het volgend jaar inhalen. Dan moet je bij elkaar gaan brengen. En dan zijn we aan het zoeken naar momenten waarop dieren en mensenwerelden elkaar raken. Want dat is daar onmiskenbaar, als het ware. Dus je probeert een verhaal te vertellen over op welke manier de dieren in die omgeving moeten schakelen op invloed van de mens. Dus je bent heel veel aan het, zeg maar, verhaal aan het bouwen, om het zo maar te zeggen. En dat is in een documentaire is vooral registreren en laten zien. Maar dat is niet wat wij doen. Natuurfilmen is zeg maar echt gewoon verhalen bouwen, vertellen, weet je wel. Ja. En wij hebben daar ook bewust keuzes in gemaakt in de manier van hoe wij bijvoorbeeld de voice-over, hè, dus het verhaal wat Sascha de Boer vertelt. Wat onze film onderscheidt zich ook heel erg van andere natuurfilms, doordat we bewust hebben gekozen dat de film niet dichtgekletst is. Ja. Het is geen biologieles. Het is geen belerend praatje. We zijn ook niet het NOS-journaal wat een soort van de feiten opdreunt. Het is bijna een poëtisch document. Ja, dus geworden. Sascha is de voice-over, maar relatief gezien voor een natuurfilm zegt ze vrij weinig. Haar hoeveelheid woorden is bescheiden. En ook de muziek hebben we bewust zo gekozen dat je als het ware in onze film meer een beleving hebt dan dat het een educatief lesje wordt. Ja. En vaak zijn natuurfilms toch wel lessen. Zo van, hè, hier is beestje A en hier is beestje B en ze doen nu dit. En ja. Sommige dieren hebben we niet eens in de film letterlijk benoemd. Je ziet ze langskomen, maar dan zegt Sascha. En ze zijn een onderdeel van. Dan zegt Sascha niet van, hier zien we de lepelaar en hier zien we dit. En, hè, het gaat om het gaat niet om het de feit, beleving. Het gaat om de beleving. Ja. Hey, en dan misschien wel de meest belangrijke vraag. Hoe komen jullie wel Welleloi terecht? Ja, wij zijn eigenlijk omdat we verliefd werden op Welleloi. Ja, letterlijk. Op de omgeving eigenlijk. Voorheen woonden we in Venray. Dat is al best wel een mooie groene gemeente. Maar we wilden eigenlijk nog dichter bij de natuur. Ik kom uit Rotterdam. Dat is ook wel het linkje waarom we daar hebben gefilmd onder andere. Maar ik ben geboren en getogen in Duitsland. Ja, en Limburg is voor mij... Net meer Duitsland dan de rest van Nederland. Ja, ze wou dichter bij de Duitse grens. Nou ja, ik zeg wel eens van, hè, ik heb een Duitse ziel, een Rotterdamse inborst, maar mijn hart en mijn liefde is Limburg. Ja. Ja. En wij gingen op zoek naar een leuke plek om te wonen. En is het nou ook zo dat deze plek waar je nu wonen en dan de Maasduinen in het bijzonder, geeft die ook nog inspiratie eventueel tot een film? Ja, zeker. Ja. Het is op zich wel grappig, want Rotterdam ligt natuurlijk ook aan de Maas in dit geval. En we zijn toch een beetje verliefd geworden op de Maas. Ook mede omdat we hier wonen. Dus wat wij heel graag willen gaan doen is onze film echt... Ons volgende project echt Limburg langs de Maas. En dan ook natuurfilm. Reguliere film, zeg maar. Meer een verhaal, een beleving. En een drama en dat soort dingen, weet je wel. Als mensen nu meer willen weten over jullie of over de film, waar kunnen ze dan terecht?
Ja, kijk op onze website. Wij werken onder de naam Veldkijker Films. Veldkijker.nl hebben wij. En er is een website van Wild Port of Europe. Dus die heet wildportofeurope.nl. Ja, en voor de rest volgt een beetje in de media, want we worden dadelijk helemaal gek gemaakt. Ja, want ik zei het al, de première is de 4 oktober in Rotterdam. Dat is de hoofdfilm tijdens de opening, hè, van het festival. In die week vindt in Rotterdam het Wildlife Film Festival plaats. Ja. En jullie mogen het openen. Ja. Is dat dan spannend? Zie je dan met geknepen billetjes in de zaal? Nou, we hebben natuurlijk de film al heel vaak gezien. Hè? Maar de recensies en de reacties? Maar de reacties, ja, dat is altijd spannend. En dus, zeker als er heel veel vakbroeders in de zaal zitten. Vakbroeders. En kijk, een van jouw vragen was van ja, net over de trailer. Van is het niet een visitekaartje, weet je wel? Die vraag krijgen we nu ook, weet je wel. Dat maakt het ook spannend. Want voor je het weet word je afgerekend op het feit dat het zogenaamd een commercieel product is. Maar... toen wij gingen praten met al die bedrijven, zeg maar, waar we toestemming moesten krijgen om erop te mogen, hebben we altijd als voorwaarde gesteld dat ze geen invloed hebben. Wij maken de film die wij willen maken en jullie hebben geen invloed. Maar we zijn er niet op uit om vingerwijzend negatief te doen enzovoorts. Dat is helemaal, wij willen een verhaal vertellen vanuit het leven van die dieren en dat hebben we gedaan. Voor iedereen die al eens een keer naar de haven had gewild, hè, uit deze regio, ga eens naar de film, zou ik zeggen. Dan zie je de haven op een manier waarop je nog nooit gezien hebt. 20 oktober in bioscopen door het hele land, The Wild Port of Europe. Ja. Yes. Dank u wel. Maasduinen Centraal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en download onze gratis app.